Voor- en tegenstanders van Pegida demonstreerden zondagmiddag in het centrum van Nijmegen. Politie en mobiele eenheid hadden hun handen vol aan de beide partijen. Zo ook in Enschede bij de Pandoes. Waarover de burgemeesterspreek. De tegendemonstranten stonden en proberen regelijk het meten met twee maten van de overheid is. Die dit gedrag willen steunen omdat ze niet. De politie heeft een charge uitgevoerd om vooral de tegenstanders van Pegida uit de buurt van de protestmars van Pegida-aanhangers te houden. De Pegida-aanhangers zijn na enige tijd richting het stadscentrum gegaan om daar hun protest voor te zetten. Politiemensen barricadeerden kruispunten om te voorkomen dat tegenstanders van de Pegida-beweging bij de protestmars konden komen. Toen enkele dat toch probeerden, hield de politie een charge. Tijdens de protestactie kwam een politieagent te paard ernstig ten val. Het paard overleed ter plaatse aan de gevolgen van hartfalen. Gezicht op succes voor het alleen.